Als FME vinden we deze dag uitstekend gaan. Het is eigenlijk de motor van de cleantech die hier draait. We hebben financiers, we hebben bedrijven uit de maakindustrie, we hebben de jonge start-ups en we hebben de kennisinstellingen. Die bij elkaar geven een enorme dynamiek. En je merkt het ook en je ziet het aan alles, je voelt het aan alles. Iedereen heeft het hier naar zijn zin en wij gaan de volgende stap zetten op weg naar een duurzame economie. Als iedereen gaat leven zoals wij Nederlanders gemiddeld, is dat 3,5 planeet hebben we al nodig nu. Nou, dat gaat dus niet, dus we moeten het anders doen. En daarvoor zit u hier. We moeten naar nieuwe technologieën, jonge mensen met briljante ideeën. En langzaam maar zeker dringt het besef door bij het grote publiek, bij de consumenten. En dus ook bij grotere bedrijven die daar weer op kunnen inspringen. Dat je ook met nieuwe technologieën, nieuwe materialen en slimme uitvindingen ook weer geld kan verdienen. En op die manier kunnen we hopelijk het tij stoppen. Ik ben heel optimistisch. Ik geloof in nieuwe technologieën. Dat we daarmee veel beter in evenwicht kunnen komen met de wereld om ons heen. En ik zie hier een zaal vol met mensen die er allemaal mee bezig zijn. Dus wat dat betreft ben ik heel optimistisch. En ik vind het ook heel leuk om nu als ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds, maar ook gewoon als bezorgde aardbewoner, hier de prijs te kunnen uitreiken. De Cleantech Business Day is een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met gelijkgestemde bedrijven voor technologische innovaties. En partijen te zoeken waarmee ik kan samenwerken. Hartstikke leuk. Heel erg leuk om te zien hoe kennisinstellingen, start-ups, grote bedrijven bij elkaar komen om het over cleantech te hebben. Het is heel tof om alle grote partijen, want we hebben er gewoon een hoop. Ik bedoel Akzo Nobel, ECN, de 3TU's, Climate Kick. Dat zijn allemaal organisaties die heel veel kennis en ook inspiratie kunnen brengen. En volgens mij is het heel goed om die partijen allemaal bij elkaar te brengen om samen die duurzame energietransitie te bewerkstelligen. Volgend jaar weer? Ik hoop het. Ik hoop over een half jaar weer.